Welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag donderdag 6 mei, aflevering 200. Vandaag in het journaal. Specialisten continu in overleg over de zorg. Minister Amar Ramadine krijgt rondleiding op de intensive care unit van het Academisch Ziekenhuis. Besmettingen onder de seniorenburgers van het Fatima-oord. Ook in het cellenhuis Santo Boma zijn er besmettingen. En India ziet opnieuw recordstijging coronabesmettingen in 24 uur. Dat de zorg onder druk is, is te merken aan de beddencapaciteiten in de verschillende ziekenhuizen. De IC-zorg staat op instorten. Er wordt continu overleg gepleegd met de specialisten hoe en waar patiënten op te vangen, omdat haast alle bedden bezet zijn. Fijn is dat de verpleegkundigen daar wonen, werken. Ik begrijp ook dat ze niet naar de stad gaan komen. Ze hebben ook hun familie en kinderen daar. Het is wel een optie om te bekijken hoe we daar toch wat mild COVID-zieke patiënten weliswaar IC-behoeftig kunnen gaan plaatsen. We hebben goed nieuws direct gekregen, of tenminste goed nieuws, eindelijk nieuws gekregen dat RKZ opstaat. Ik ga het zeggen eindelijk. Vanuit de diakonesse hebben we helaas nog niets vernomen. Maar ik begrijp dat de collega's bezig zijn, dus daar kan een update over komen. Maar ik zou de Nikkering kunnen gebruiken, RKZ, maar dat geeft 2 à 3 bedden maar erbij. Praat je over een mega-escalatieplan met beelden die we op televisie zien in India en andere landen, die hard worden getroffen door COVID. En zeker als we kijken naar de onwillen om te vaccineren bij ons volk, is het een absolute illusie dat wij denken dat we hiermee gaan uitkomen met deze capaciteit. Dat is onmogelijk. En de 30 bedden die we nu hebben? Onmogelijk, want daar kijken we vandaag al tegenaan. We hebben in principe nu hebben we 1 bed maar vrij. RKZ gaat straks die ter beschikking stellen, maar eigenlijk zijn het 2, want ze hebben ook een cohort opgestart. Dus hebben ze ook een IC-bed nodig. Maar als u per dag 2 tot 3 patiënten opneemt op een IC en ze niet kan ontslaan omdat wij willen zorg verlenen, gaan mensen sterven omdat er geen bedden zijn. Tijdens zijn werkbezoek aan het AZP afgelopen dinsdag kreeg onze gezondheidsminister Amar Ramadine een rondleiding op de Intensive Care Unit. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Mensen, we zijn met collega's, maar ook uiteraard in de functie van minister hier. Directeur van het ministerie van Volksgezondheid en zijn hele ploeg is hier ook aanwezig. Dit is ons COVID-team, IC-verpleegkundige. U ziet allemaal keurig gekleed. Ja. En gelukkig nog fit en gemotiveerd allemaal. U ziet dat de IC hier geen enkele bed vrij heeft, 15 IC-bedden. En die liggen vol met patiënten. Mm-hmm. Hier hebben we 4. Hier zijn 5 bedden. En als we even doorlopen. We lopen even door en komen zo terug. Dat was vroeger medium care. Dat was, ja. Hebben we hier een box met dialyse mogelijkheden ook, hemodialyse. We hebben 2 CVVH-machines ook binnen. Hier draait een CVVH-machine. Ja, goedemiddag. Wat ik u zei, hoe duur dit is. En dit kost alleen maar €500 per dag om dit te kunnen draaien. Om deze patiënt nu in leven te kunnen houden. Te laat met COVID binnengekomen. Relatief jong. Maar wat is jong? Bouwjaar 63, dus 58 jaar oud. Dus relatief jong, vinden wij. Ja. En dan komt in multi-orgaanfalen direct. Dus en nierfalen en longfalen.
En je ziet de meeste patiënten liggen dan nu nog op hun rug en die gaan zo op hun buik. En dan worden ze allemaal gedraaid op hun buik, een bepaald gezette tijdstip. Ze hebben nog gegeten, soepje gegeten. Dan krijgen ze fysiotherapie en dan draaien ze op hun buik, allemaal. Dat is de therapie eigenlijk. En uiteraard gecombineerd met non-invasieve beademing. Oké, ja, toch? Ja. Ja, zus, nogmaals de minister, maar ook collega. Hoe gaat het met jullie? Oké. We zijn even komen kijken vandaag. Het is. Ja, goedemiddag. Kom zo bij u. Kijk, deze man komt op dag 6 bij mij pas. Dus hij is gaan schuilen. Is daarna COVID gaan testen. Hij mag het weten, want we hebben gesproken erover. Alles goed? U kent mij nog, hè, natuurlijk. En hij is nu pas 8 dagen bij mij. Maar hij heeft 14 dagen COVID. Symptomen. Dus pas na dag 6 komt. Hij is na 6e dag, toen ze hypoxisch werden, zijn ze gerend naar het ziekenhuis. Dan ben je dus te laat met die DEXA. Je bent te laat met de fractie. Anders zou je eerder herstellen. En, dan heb je betere kansen. Ja, dat probeer ik uit. Dan heb je betere kansen voor die patiënten. Dus dat moeten we benadrukken. Dat zou moeten komen. In een vroege fase. Dat je bijna een vaart. Ja. Dan nu je rem. Terwijl je een vaart hebt, je kan remmen morgen. Correct, ja. Maar laten we de huisartsen betrekken erbij. Die zijn gewoon top. Die kennen hun patiënt. Hoe vaak voel me niet goed. Jongens, ja. Testen. Dat, ja. Ja, testen. Maar we hebben ook iets jongere mensen, maar ze hebben ook risicofactoren, overgewicht. En in dit geval wat suikerziekte, hoge bloeddruk. En ook even zwanger, dus, en met ook een baby erbij. En een COVID-zieke moeder. En gelukkig is de baby al inmiddels veilig gesteld. En we zien zeg maar, dat ook moeder gelukkig aan het herstellen is. Dankzij inzet van ons geheel team. Je ziet dat dus de volledige longvelden, dus alle longblaasjes als het ware, aangedaan zijn door het COVID-virus. Dat is wat je op deze foto ziet. Want normaal zou het volledig zwart moeten zijn, want dus zwart is lucht. Minimale zwarte plekken zie je eigenlijk waar er nog wat mogelijkheden zijn voor een goede doorlichting. Correct. Ja, het is zwaar. Het is, ik krijg sowieso het gevoel dat de mensen die hier werken onder zeer hevige werkdruk zijn, onder hevige stress zijn. Maar echt, wat me nog meer zorgen baart is de continue druk in de IC. De zorg, dat beiden zijn continu bezet, zoals ik heb vernomen. Gaat er eentje weg of komt er iemand overleden, is het weer binnen een uurtje gevuld. Dus het geeft aan dat we in een ernstige situatie verkeren met COVID. Wat me ook opvalt hier, is dat ook nader opleiding gehad hebben van de internist, van de intensivist. Dat we te maken hebben hier met een situatie waar met name personen die onderliggende ziekte hebben, maar een belangrijke factor ook overgewicht is, obesitas zoals we dat kennen. Met ernstige problemen komen als ze eenmaal op de IC belanden. En de overlevingskans daardoor neemt automatisch ook af. Het is zorgwekkend omdat we weten dat een aanzienlijk deel van de Surinaamse bevolking aan overgewicht leidt. En we werken dat ook zelf in de hand. Hè. Dus voor mij meer voer nu om
serieus aan de slag te gaan om het probleem van overgewicht inderdaad ook aan te pakken. Maar mijn oproep ook aan ieder. Weet je wat ik hier zie als minister, als dokter, is dat wij zaken onderschatten. Onze leefstijl is heel belangrijk. We hebben het vaak nog over weerstand. Maar het zijn gewoon zaken die wij in de hand moeten werken. Die wij in de hand werken dan, waardoor we in problemen komen. Nogmaals, het is geen fraai beeld. Het is geen mooi beeld. Maar ik heb ook een gesprek gevoerd met 2-3 patiënten. En het is zielig. Het is triest om te horen hoe het allemaal verloopt. Net een mevrouw die ook zwanger was en vroegtijdig verlost moet worden van het kind. Gelukkig gaat het wel de goede kant op met beide. Maar het is de keiharde realiteit en ik ben blij dat ik hier ben om zelf te zien. Kijk, een van deze machines hier, er worden mensen gedialyseerd. Kost €500 per dag, alleen aan verbruiksartikelen. Dat is gewoon de keiharde realiteit. Het verbetert natuurlijk wel de kwaliteit van het leven, maar het is een enorme uitdaging om dit in stand te houden. Dus ik besef dat het een hele moeilijke situatie is, maar het is de realiteit welke we ook moeten meenemen in het beleid, in het maken van beleid. Ik heb ook gesproken met wat verpleegkundigen. Ook die geven me aan wat de challenges zijn. Het is niet makkelijk, ik sta hier nu. Ik zie u niet eigenlijk, want mijn bril is beslagen van binnen. Maar het is niet makkelijk om 4 uren, 5 uren, zelfs langer, want sommigen doen dubbele diensten, om in die situatie te werken. Je bent helemaal bezweten, je komt er nat uit, met ook het risico. Natuurlijk, als je alles goed doet, is het risico klein. Maar respect voor de zorgverleners, uiteraard. En dat geeft me in elk geval meer inspiratie om het beleid nog verder te gaan aanscherpen. En met name de focus te leggen op bepaalde gebieden. Bijna kan ik zeggen, bijna neem ik al het besluit dat we personen voor gewoon die geen zorg nodig hebben. Gewoon in thuisisolatie. Dat is al het beleid zo'n beetje. Maar we moeten die gelden voor COVID-zorg echt wel besteden op die plekken waar het nodig is. En dat is hier. En op plekken waar mensen wat extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het. U heeft het zelf mogen zien. Voor degenen die nog steeds voor ruis zorgen op de social media kanalen, is dit het harde bewijs dat COVID er is. En het is er niet om mee te grappen. Onze gezondheidswerkers moeten dagelijks zien hoe mensen doodgaan aan het virus. Het virus maakt geen onderscheid meer tussen jong en oud. Het kan in ieder raken. Daarom wordt er steeds weer een beroep gedaan dat u zich houdt aan de maatregelen. Mondkap op, handen regelmatig ontsmetten en het belangrijkste is toch wel de afstand houden. Zo alleen kan je voorkomen dat je besmet raakt. Vermijd drukke plekken en ga niet naar feestjes. Het staat op niemands voorhoofd geschreven dat die besmet is. Hoe arki COVID aan nog grap. Zij hebben hard voor ons gewerkt. Geconfronteerd met de harde realiteit. Om alles te zien is een beetje, is heel moeilijk. Maar we zetten alles op alles om toch de juiste zorg te bieden. Al deze dingen moeten wij als zorgverleners meemaken. Gevochten en gestreden, maar machteloos overwonnen door de dood. We hebben echt zieke patiënten gehad die ook zijn te komen overlijden, helaas. Dit. Onmenselijk leed mag ons nooit meer overmeesteren. We willen de situatie niet meer hebben, het ligt aan ons allen. We zijn echt moe van die mondkap hoor, we zijn echt moe van die neuskap. Als de ziekenhuizen straks vol zitten, kunnen we geen mensen meer opvangen. Overal waren feesten en mensen houden zich niet aan de regels. Let goed op uzelf en op elkaar. Samen staan we sterk. Dus ik hoop dat de Surinaamse bevolking echt zich aan de regels houdt, de COVID-regels houdt. En ons meehelpen. Samen overwinnen wij COVID. Het Fatima-oord is ook getroffen door besmettingen met het coronavirus. Onlangs werd bekendgemaakt dat enkele senioren bewoners van het Fatima-oord besmet zijn met het coronavirus. Enkele van de bewoners zijn reeds gevaccineerd. En 2 van de positief geteste burgers wilden zich niet laten vaccineren. De gezondheidsminister neemt deze situatie als voorbeeld hoe belangrijk het vaccineren is. Het is bewezen dat het vaccin werkt. Ik heb de recente informatie, update, waarbij er afgelopen periode 60 personen bij Fatima Oord gevaccineerd zijn. Op 24 maart, 60 personen. Dat is het overgrote deel van de bewoners. En niet allemaal wilden ook gevaccineerd worden. Dat kunnen we best begrijpen. Dat ziet u ook in de praktijk. Van de 60 personen hebben we wel 7 personen gehad
bij Fatima Oort vorige week, die besmet zijn geweest. Variërend in de leeftijd categorie 71 tot 102. En er zijn van die 7 waren 5 gevaccineerd en 2 niet gevaccineerd. En gelukkig is van de 5 die gevaccineerd zijn, het nieuws is dat geen enkel erg ziek geworden is en geen van de 5 hoefde opgenomen te worden. Maar van de 2 personen die niet gevaccineerd waren, is 1 heel ziek geworden en opgenomen. Dit geeft aan een simpel voorbeeld over wat de effecten zijn van een vaccinatie. Wat de effecten zijn van die bescherming. Dit is data die uit Suriname beschikbaar is van het team. Van het vaccinatieteam. Dus je hebt 7 personen, waarvan 5 personen gevaccineerd zijn, 2 personen niet gevaccineerd zijn, zijn besmet geworden. Van die 5 zijn geen enkele ziek geworden, maar van die 2 is 1 wel ziek geworden opgenomen geweest. Dus dat geeft duidelijk aan dat er een stukje bescherming is bij het vaccin. Het vaccin biedt zekerheid tot bescherming. Dus dat zijn voorbeelden, maar zo zien we ook tal van andere voorbeelden in de praktijk. Ook in het cellenhuis te Santo Boma vonden er besmettingen plaats. Er wordt samen met het vaccinatieteam gekeken naar de mogelijkheid om de vaccinatiecampagne ook in de cellenhuizen voor te zetten. Er zijn een aantal gedetineerden besmet geraakt. Ik heb me nog niet laten informeren, maar ik zie dat in de appgroepen, de communicatie met het andere vaccinatieteam, dat er nu gewerkt wordt aan een stukje een mobiele unit die ook gaat vaccineren in de cellenhuizen. Dus dat is wel goed nieuws. India heeft vandaag opnieuw een record aantal coronabesmettingen genoteerd. In 24 uur tijd werden 412.262 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. India meldt ook 3.980 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totale dodental door de pandemie op 230.168 komt. Experts vermoeden dat zowel het aantal besmettingen als het dodental in werkelijkheid 5 tot 10 keer groter is dan wat de officiële cijfers laten zien. Dat komt doordat niet iedereen met ziekteverschijnselen zich laat testen. Daarnaast worden vermoedelijke sterfgevallen door COVID-19 niet meegenomen in de telling. India is in een grote gezondheidscrisis beland sinds het aantal positieve tests sinds begin april flink steeg. De zorg kan het grote aantal coronapatiënten niet aan. Naast de weinig middelen om zieken te behandelen, zijn er ook problemen met de bevoorrading en bezorging van coronavaccins, waardoor het aantal vaccinaties in het land afneemt. Per dag worden nu nog zo'n 1,5 miljoen mensen ingeënt. Tijdens de piek van het aantal dagelijkse vaccinaties een maand geleden lag dat nog veel hoger. En zo zijn wij ook vandaag weer aan het eind gekomen van dit journaal. Wij proberen middels dit journaal de bewustwording te creëren, vooral bij de mensen die heel koppig zijn. Het is door jouw koppigheid dat er mensen besmet raken. Het is door jouw nalatigheid dat mensen besmet raken en doodgaan. Door jouw koppigheid moeten mensen de dupe worden van alle strakke maatregelen. Stop met koppig zijn en hou je aan de maatregelen. We zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering. Dag!